Wouter zou zeggen, dit deel van de auto is nieuw. En de rest ken je al, dus kijk de vorige video maar. Maar dat gaan we niet doen. We gaan rijden met de Panamera Turbo Sport Turismo e-hybrid dinges. Turbo S e-hybrid. Ik zeg het helemaal in de verkeerde volgorde. Maar hij is saffierblauw. Hij ziet er leuk uit. We zijn nu op het vliegveld van Malaga. We moeten naar het hotel. We gaan een klein beetje tijd proberen te jatten om nog eventjes wat mooie beelden te schieten met een zakkend zonnetje hier in Spanje. Dus nou, kom. Martijn, instappen. We gaan. Geen tijd verloren. Dit kan niet dus. Hij rijdt nu gewoon volledig elektrisch. In de snelste Panamera die er is. Dat is gewoon best wel een rare gewaarwording. Maar ik beloof, er komt zo meteen ook wat motorgeluid aan te pas. Maar kijk, hij zegt nu e-power. Toegeteld staat ook op nul. Op nul, ja. Dat is raar. Gewoon raar. Ik wil bijna 50 rijden. Second exit. Het is ook heel stil. In een Turbo S. Het is raar. Het is gewoon raar. Dit is de toekomst, jongen. Dit is de toekomst. Ik vind het ook niet erg, hoor. Ik heb helemaal geen probleem met elektrisch rijden. Heel veel mensen denken dat ik helemaal anti ben. Dat is niet waar. Alleen bij mij mag de vooruitgang in, zeg maar, de hele boel schoner maken en zo niet ten koste van rijplezier gaan. Ja, en of dat al gelukt is, dan moet ik nog achterkomen. Want ik heb nu al helemaal elektrisch gereden bij het vliegveld. Kom nog even terug straks, of het ook leuk is dit. Wat ik natuurlijk ook gewoon kan doen, is ik even spokkelus. Ah, het bekende gebrom. Invoegen. Oh ja, dat gaat vrij vlot. Dat kan niet ook. En dan is het weer druk, dus dat is even heel stuk. De Spaanse avondspits in. Jee. Ik ga nog even proberen om rijbewijs in ieder geval tot het einde van de video te halen. Te houden. Maar dit is wel vlot. Dit is wel vlot. En mis jij niet iets? Mis ik iets? Ja. Een beetje geluid, maar dan komt dat sportuitlaat niet aanstaan. Nou, welke sportuitlaat? Dat hebben we niet. Er heeft dus iemand, heeft dit dus verkeerd gedaan met het samenstellen van deze auto. Dit is dus echt, inderdaad, de enige optie die verplicht zou moeten zijn als je een Porsche aanschaft. Maakt op dit moment eigenlijk niet meer zoveel uit welke Porsche. Er moet een sportuitlaat op zitten, want anders klinkt die. Suf is misschien een beetje te flauw. Een tunnel, een tunnel. Raamparkier. Gaan we, hè? Ergens in de verte kon ik net het geluid horen van een uitlaat. Maar of het mijn eigen uitlaat was of die van iemand anders, weet ik niet eens zeker. Je mag hier geen 180 drijven. Oh, sorry. Maar ik rij ook nu geen 180 meer, Martijn. Kleine correctie. We liepen net zeuren dat er geen sportuitlaat was, maar die is er wel. Die zit dus tegenwoordig niet meer met een knopje in de middenconsole. Maar hij zit in het infotainment systeem. Hij is er dus. Hij staat nu aan. Ja, oké, dit klinkt al beter dan net. Dat klinkt al beter. Het zou alsnog voor mij wel iets agressiever mogen. Een beetje agressief is jouw rijstijl, zeg maar. Is 250 gebruikelijk in Spanje eigenlijk al te snel? Ik bedoel in Duitsland, de snelweg. Mexico. Duitse auto, de Mexico, ze praten gewoon Spaans hier. Oh. Mag je daar ook onbeperkt hard rijden? Ja. Oké, ja, we zijn in Mexico. Oh, een tunnel. Kunnen we een herkanting met de uitlaat? Ja. Nu staat hij wel gespoord, hè? Ja. Dat was beter. Eerlijk is eerlijk. Sorry Porsche. Sorry. Maar mijn statement blijft. Je moet een sportuitlaat kiezen. Altijd. Altijd. Je hebt de motor vast weer uitgedaan. Ik heb de motor vast weer uitgedaan. Ik was er klaar mee. Ik wilde gewoon. Nee, ik rijd nog hybrid auto. Maar inderdaad, ik heb nu geen motor. Geen toeren. Wie had dat gedacht? Is nog een keer met een hybride Porsche achter een hybride politieauto aan zou rijden. Ja. Ja. Zijn ernaast. Trek race. Ik heb hem, hoor. Ik heb hem. Ik boek die politieauto. Mooie lucht, hè. Mooi, hè. Het begint wel een beetje donker te worden. Ja, klopt. Dus gaan we maar proberen om deze morgen weer snel bij de mensen van Porsche weg te gissen. Belangrijkste accessoire bij de Panamera Turbo S e-hybrid Sport Turismo. Volgens mij zei ik het nou in één keer goed.
deze unit, de originele Porsche design laadpaal. Waarom wil je die? Je moet 98 tanken met een Turbo S. Dus dat is duur tanken. Dus je wil hem ook volledig opladen, zodat je optimaal gebruik kan maken van de elektrische power. Dat hebben ze gedaan voor ons vannacht, dus dat is mooi. En er stond maar één laadpaal hier. Al die auto's stonden natuurlijk ergens in de garage. Dit is een witte, dat klopt niet helemaal. We gaan gewoon verder met die blauwe die we gisteren hadden. Die wel heel vet is, maar ik vind dit ook mooi. Karmijnrood. Echt wel een goede kleur. Goede kleur. Ik keur hem goed, maar ja, Sophia Blauw vind ik nog steeds de mooiste. We hebben wel de mooiste gepakt, Martijn. Dat hebben we goed gedaan. Let's go. Martijn. Wat heb jij? Vet lifestyle. Speciaal voor jou. Kijk, ik draag geen petjes, want voor mij toch geen haar wat eraf kan waaien. Speciaal voor jou, jongen. Een Porsche pet. Staat je echt super prima. Voila, wat is zo? Wat een Joe, waarom doe jij zo? Dus, nou, dat is wel leuk van die mensen, toch? Top, dit wordt nu al een leuke dag. Wil jij een Porsche pet? Martijn wil hem niet weggeven, maar die van mij mag je hebben. Stuur even een mailtje naar wouter@autoblog.nl en zorg dat hij bij je terechtkomt. Ik ga nog één keer die naam doen, dan doe ik hem in één keer goed. Het is de Porsche Panamera Turbo SI Hybrid Sport Turismo. Dat is de volgorde zoals Porsche het eigenlijk achter op de auto had willen zetten, maar het paste niet. Het motorblok in deze auto kennen we natuurlijk al uit de gewone Panamera Turbo, onder andere 4 liter V8. Goed voor 550 pk en 770 Nm koppel. Maar er is nog een elektromotor aan toegevoegd. Porsche zegt dan techniek van de Porsche 918. Nou ja, oké, okay, dat zal op een bepaalde manier waar zijn. Die elektromotor die levert ook nog eens keer 136 pk en 400 Nm koppel. En als je dat dan bij elkaar optelt, dan kom je uit op een gecombineerd systeemvermogen van 680 pk en 850 Nm koppel. Daar is iets raars mee aan de hand. En dat ga ik je even uitleggen aan de hand van de versnellingsbak. Er zit een 8-traps PDK in deze Porsche Turbo S Panamera. En die 8-traps PDK die kan maximaal aan, komt die, 850 Nm koppel positief en 400 Nm koppel negatief. Alleen meer kan echt niet. Dus het grappige is dat je die 400 Nm van de elektromotor heb je instant beschikbaar. En het koppel van de motor is ook al heel vroeg beschikbaar, maar er zit ongeveer 500 toeren tussen. Stel dat je alles bij elkaar op zou tellen, zou je veel hoger uitkomen dan die 850 Nm koppel. Vanaf 2000 toeren ongeveer, als de motor zijn optimale koppel levert. Dus ergens wordt dat geknepen in het hele verhaal, omdat de versnellingsbak het dus niet aan kan. In potentie is dit blok dus nog een stuk krachtiger dan die in deze auto is. Wat houdt dat dan in voor de prestaties? 3,4 seconden naar de 100. In een 2300 kilo zware station. Dat is serieus rap. Topsnelheid 310 kilometers per uur. En helaas zijn we in een stukje van Spanje waar ik dat niet heb kunnen verifiëren. Maar in ieder geval loopt die keihard door naar de 2500 kilometer per uur. En dat is ook niet zo heel gek als je weet dat deze auto van 100 naar 200 gaat in 8,5 seconden. We hebben een Turbo SI Hybrid meegekregen die niet eens heel erg dik is aangekleed voor een Turbo SI Hybrid. Heel veel dingen zijn natuurlijk gewoon standaard, maar dan heb je dus gewoon die normale chrome e-hybrid logootjes op de zijkant. Waardoor iemand ook kan denken dat het gewoon de standaard hybride Panamera Sport Turismo is. Maar het belangrijkste natuurlijk bij de Sport Turismo, die hebben we nog niet eerder behandeld op Autoblog, is de achterkant. Om te beginnen, deze dakspoiler, die heb je op de normale Panamera ook niet. Of de Panamera hatchback, zullen we die voortaan noemen. Dit ding, net als bij de Cayenne, in ruststand staat hij op een hoek van min 7 graden. Op het moment dat je harder rijdt dan 170 km per uur, dan klapt hij uit naar plus 1 graad. Tenzij je de Sport of Sport Plus modus kiest, want dan gaat hij al vanaf 90 km per uur omhoog. En hij kan ook nog verder omhoog, voor het geval je een panoramisch dak zou hebben. Dat heeft deze auto niet. Maar als je dat wel hebt, dan gaat hij nog weer verder omhoog. Net zoals bij de Cayenne weer. Om dan te zorgen dat er minder luchtwervelingen in het interieur zijn. En dat het daar dus rustiger is. En dan krijg je een hoek van, nou ja, weet ik veel, bijna rechtop. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk. Miep.
de laadruimte van Sport Turismo. 520 liter, maar vooral ook belangrijk, deze tildrempel is ongeveer 11 centimeter lager dan bij de hatchback. 628 mm van de grond, zeg ik even uit mijn hoofd. Afhankelijk waarschijnlijk ook nog weer van of je hem wel of niet in Sport Plus stand hebt staan. Want hey, als je hem in comfort stand hebt staan, dan is de vering hoger. Maar goed, ik neem aan dat ze de laagst mogelijke hebben gemeten. Ja, hier kun je gewoon veel zooi in kwijt. En achterin, op de achterbank, heb je ook gewoon serieus meer hoofdruimte. Ja, zeer, zeer oké. Genoeg hoofdruimte om gewoon je petje op te kunnen zetten. En zelfs dan raak ik het dak niet. Als ik hem eventjes op mijn hoofd zet in plaats van over mijn hoofd, zelfs dan kan ik nog vrij bewegen. De hoofdruimte achterin is... En? Ook niet onbelangrijk. Ik vind hem gewoon mooier dan de hatchback. Ik vond bij de nieuwe Panamera al dat hij vanaf de hatchback een stuk beter uitzag. Dan de vorige generatie Panamera. Maar zo vind ik hem echt helemaal af. En dan gaan we nu lekker rijden. En dat doen we natuurlijk gewoon volledig elektrisch. Tot 140 km per uur kan je volledig elektrisch rijden met deze auto. Met een actieradius van 49 km. 49 kilometer Martijn, dus nou, dat is nog een klein stukje. En 0 naar 100 gaat ook gewoon in 7 seconden of zo. Best prima. Bye bye. En de Porsche Panamera Turbo S is echt een fantastische kilometervreter. Maar het is ook zeker geen slechte stuurmansauto. Porsche heeft serieus veel spullen in deze Turbo S gepropt. 3-kamer luchtvering, dynamic chassis control, torque factoring, keramische remmen. Dat achterspoilertje levert 50 kilo extra neerwaartse druk als die uitgeklapt is. Dus er zijn wel echt heel veel dingen gedaan om het een goed sturende auto te maken. En ik moet zeggen, ook nu we wat van de snelheid af zijn en een beetje de bergwegjes in Spanje aan het verkennen zijn, over het algemeen is het echt super leuk sturen met deze auto. Dan heb je alleen te veel vermogen voor de wat krappere wegjes, maar goed, dat spreekt voor zich. Het enige waar die af en toe een klein steekje laat vallen wat mij betreft is als je wat heuvel af aan het joekelen bent en je remt een bocht in, dan merk je toch echt wel dat je 2300 kilo bij je hebt. En ja, dat is natuurlijk logisch, maar ondanks dan die keramische rem en zo heb je toch een beetje het gevoel van oeh, als ik maar niet te hard ga, dan word je toch wat voorzichtig van. Maar dat is een heel klein smetje op een verder echt goed sturende en snelle station wagon. Hier is ergens een meneer die niet van Panamera's houdt. Nee, dat was een meneer die kan net een beetje boos naar de weg rennen. Kijk, hier staat hij. Zijn vrolijke snor. Dag meneer. Ja, die kwam een beetje pissig naar de weg toe rennen. Dus, en hij praat Portugees, dus ik zeg, joh, no hablo español. Dan snapte hij mij ook niet, dan ben ik maar weer weggereden. Ik moet wel zeggen, hij klinkt van buiten wel een stuk meer naar brute V8 dan van binnen. Oké. Ja, dat is op zich fijn. Voor die meneer. Voor die meneer. Ja, dus jij zegt dat hij van buiten beter klinkt dan van binnen? Martijn. Jazeker. Okay. Even de soundcheck hier. Had je mij ooit gevraagd, zeg maar 6 jaar geleden, toen ik voor het eerst een beetje op reis ging voor Autoblog om auto's te testen, of ik ooit een station wagon van Porsche zou gaan filmen met hybride techniek en of ik dat dan leuk zou vinden, dan had ik waarschijnlijk gezegd dat je niet goed wijs was en dat er waarschijnlijk niet heel veel aan zou zijn. En nou ja, beide dingen blijken niet waar. Dit is echt een verschrikkelijk goede auto. Stiekem vind ik dan gewoon de Porsche Panamera Turbo S e-hybrid Sport Turismo de Panamera om te hebben, want ja, het is gewoon de dikste natuurlijk, dat spreekt voor zich. Het is ook gewoon de dikste station die je op dit moment kan kopen. De snelste en de mooiste, als je het mij vraagt. Ik vind het echt een hele mooie auto om te zien en hem ook echt mooier dan de hatchback. En dan is hij praktisch nog iets bruikbaarder. Je kan fatsoenlijk achterin zitten en zo. Dus ja, ik kan eigenlijk geen reden bedenken om het niet te doen. Behalve, ja, dat is één dingetje, geld. Hij is duur. Hij kost 2,5 ton of zo, als je wat opties aan gaat vinken. Dat is natuurlijk wel serieus voor geld. Maar dat is wel een A-label, hè? Dat dacht ik wel.